Nou, dat crossterrein dat komt als je naar voren kijkt, dan zie je daar een rijtje windmolens. En dan de dichtstbijzijnde windmolen, daar vlak achter, een beetje naar rechts, daar komt die te liggen. Aartswoud vreest dat het landelijke karakter van het dorp wordt aangetast met de komst van een crossbaan. Aartswoud houdt zijn adem in. Sterker nog, Aartswoud kan er niet van slapen. We hebben binnen een paar dagen het hele dorp gemobiliseerd. Er zijn een aantal families die zeggen die vinden het wel leuk. Maar bijna 90% zegt dat moet hier niet. Dat past hier niet in dit landschap. De grootste zorg is de overlast die deze crossbaan gaat veroorzaken. En dat zit een deels op het geluid van het crossen zelf. Dat zit hem deels op het toenemen van het verkeer, waar de wegen vooral op wedstrijddagen ook niet op berekend zullen zijn. Eigenlijk is het een asociaal beleid bij een stiltegebied om naast een stiltegebied een crossbaan neer te gooien. Maar dat de jongens willen crossen is ook een schandaal dat ze nog geen crossbaan hebben in 30 jaar. Want zo lang wachten de motocrossers al op een eigen stek. Nou, voor alle crossers is het belangrijk dat er gewoon een vaste plek komt. Want wij zijn natuurlijk constant een andere plek aan het inrichten. En constant in de onzekerheid of je ergens kan blijven of dat je zeg maar een continuïteit in je sport hebt. De motocrossers willen graag rekening houden met de omgeving. Ja, we kunnen ons zeker voorstellen bij de bezwaren. En we willen ook met die bezwaren zeg maar kijken hoe we dat het goed kunnen oppakken om ook gewoon ons terrein zeg maar goed in te richten. En om naar buiten toe, zeg maar, wat wij dan aan geluid produceren, tot een minimum te beperken. Ik snap het probleem van de motocrossers, maar ik hoop ook dat ze ons probleem snappen. En in onze optiek zou het zo moeten zijn dat er binnen Hollands Kroon een andere locatie te vinden is. Vanavond praat de gemeenteraad van Hollands Kroon verder over de komst van het crossterrein.